Android World heeft in de Samsung Experience Store in Nederland de Galaxy Fold kunnen testen op het vouwbare toestel van Samsung. Het was een heel leuke ervaring en opvallend is meteen dat kleine schermpje aan de voorkant, 4,6 inches, echt wel kleiner dan we gewend zijn van toestellen in de laatste jaren. Dus waarschijnlijk wil je dit toestel heel vaak ook gaan gebruiken als je hem openklapt met dat 7,3 inch scherm. Dat is veel, veel aangenamer in gebruik. Je kan drie vensters naast elkaar tegelijk openzetten, waardoor je gewoon kan multitasken. Dat werkt vlekloos als je hem open en dichtklapt. Dat is een heel, heel fijne ervaring. Natuurlijk, naast de software, wat toch wel denk ik het beste aspect van deze telefoon is, waar we nog veel meer van gaan zien, ook in de toekomst, is er ook natuurlijk nog de scharnier. Dat is wel heel gesofisticeerd. Al is het niet zoals bij Huawei, bij de Mate X, dat er geen inkeping zit tussen de twee schermen. Dat is in dit geval dus wel zichtbaar. Dus dat is een minder aspect eraan misschien. We zien ook natuurlijk de camera. Het toestel heeft op dat vlak totaal niet bespaard. Je hebt gewoon een wide-angle lens, dus een groothoeklens waarmee je heel veel kan, heel veel mogelijkheden hebt. Het kan driedimensionaal om zich heen fotograferen en filmen. Dus ook op dat gebied is de Fold echt gewoon top. Als we naar de kleuren kijken, je hebt hem in het goud, een zwart, blauw, we hebben ze allemaal kunnen zien. Natuurlijk, een grote bezorgdheid van die Fold is wel de bouwkwaliteit. En daar is heel veel over gezegd geweest en geschreven de afgelopen dagen. Natuurlijk, die Fold is bij de eerste reviewers heeft die direct problemen vertoond met het scherm dat niet meer functioneerde. Heel groot probleem was de folie, een soort van plastic beschermlaag die over het toestel zit, dat verwijderd werd en wat dat helemaal niet de bedoeling is. Dat is geen gewone screenprotector. Dus dat heeft problemen veroorzaakt, maar het probleem zit wel verder dan dat, heeft Samsung ook in verklaring bevestigd. Dus ook elementen aan de binnenkant van het toestel kunnen het scherm zelfs beschadigen. Dus daarmee is de lancering van het toestel uitgesteld en we kijken er naar uit om weer te zien wanneer hij wel gaat verschijnen en wanneer Samsung verbeteringen heeft aangetroffen. Daarover zal je natuurlijk veel meer kunnen lezen in het artikel op Android World. En dan zien we je heel graag de volgende keer terug.